Dan heb je vrienden hoor. Dat komt helemaal goed. Kortom, we gaan nu we gaan muziek maken. En dat doen we dan met Nanoek Brassers. Jean-Louis van Dam. Edwin Cornelius. Ja, die moet ik altijd helpen. Oh nee, hij kan het nu zelf. Jeroen Brokkelkamp. En degene die Art Blakey gaat laten vergeten. Dille Vos. Thank you.
Ja, we zijn weer terug. Hebben jullie ons gehoord? Ja, niet dan. Echt wel. Ik kom in Rotterdam hoor. Sorry hoor. Dit was de Brotherhood of Man. We zijn geschakeld van Art Blakey zijn we geschakeld naar Clark Terry. En ik ben, mag wel zeggen dat ik een grootste fan ben van hem. Want wat die man allemaal kon spelen, dat is zo waanzinnig. Qua embouchure en chops en wat hij allemaal kon. Dat, kijk, Clark Terry was een figuur die heel veel grapjes en dingetjes en leuk. Het was altijd supergezellig, ook op zijn optredens. Maar ondertussen deed hij wel dingen dat iedereen dacht van trompetisten van, hoe doet hij dat, zou ik zeggen. Dus daarvoor hebben we nu ook Clark Terry gekozen. Het is gezellig en leuk en we gaan daar nog wel grapjes maken. Brotherhood of Man was dit. Was een compositie van Frank Lussen, mag je gelijk weer vergeten. Maar dit werd eigenlijk bekend, dit stuk, toen Oscar Peterson met Clark Terry een plaat maakte. En die plaat heette Trio Plus One. Dat weet je ook wel. En ik heb ook een beetje geprobeerd om die solo die hij daar op de plaat zet, die heb ik nu ook net soort van een beetje nagespeeld. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij was een Clark Terry is geboren in 1920 in St. Louis. En ik heb dan toch wel veel gemeen, want hij heeft bij de United States Navy Band gespeeld. Dat hoor je ook niet zo vaak. En ik heb bij de Mayonnaise Kapel gespeeld. Dus dat is al één. Dat wil niet zeggen dat ik kan spelen wat hij kan, maar we hebben iets gemeen, zou ik maar zeggen. En hij was gezellig. Zijn dat de collega's, hè? Zijn de collega's, hè? Dat snap je wel. Zijn vriendjes, zijn allemaal vriendjes, weet je. Oké. Nou goed, genoeg daarover. We gaan nog een stukje spelen wat hij vaak speelde. En dat stukje dat heet de Jitterbug Wolf. Wat is een jitterbug? Wat is dat? Is dat een dans, hè? Ja. Zeg maar als de Charleston, volgens mij, of zoiets. Kun jij een beetje jitterbukken? Als je dronken bent. Dus meestal wel, meestal dus eigenlijk. Meestal wel, ja. Wat zeg je? Bukken. Het bukken lukt je ook nog net. Jitter gaat niet meer. Nee. Dat gaat allemaal nergens over, dames en heren. Dat begrijp je wel, sorry. Maar we gaan wel spelen. Oh ja, wil ik wel zeggen, dat is wel grappig. De Jitterbug Waltz is van Fats Waller. He, het pianist die kon vroeger heel snel toep, strike piano spelen. En de eerste opname van de Jitterbug Waltz heeft hij zelf gespeeld, maar die heeft hij op Hammond orgel gespeeld. En die heb ik nooit gehoord, maar ik ben er eigenlijk best wel nieuwsgierig naar geworden. Ik zat een beetje dit voor te bereiden allemaal van de week en een beetje te zoeken op Wikipedia natuurlijk en internet en zo. En toen kwam ik dat tegen en toen dacht ik van nou heb ik hier iets anders van gemaakt. Dus je gaat twee liedjes een beetje door elkaar horen. U hoort een heel klein beetje Old Blues. Dat is Miles Davis, maar dat weet toch niemand. Maar we gaan spelen de Jitterbug Waltz van Fats Waller. Ben je het daarmee eens? Als jij nee zegt, dan doen we het natuurlijk niet. Hè? Dat snap je. Ja, we gaan doen. Dan komt ie. Dan ga ik ook even switchen naar de bugel. Want dat deed Clark Terry aan het einde van zijn leven. Deed hij voornamelijk bugel spelen. Dus we gaan nu over op de bugel. We'll be right back.
Ja, de jitterbug. Ik kan me er nog niet echt een dans bij voorstellen. Ik weet niet. Oostenrijk? Nee, dat is hem ook niet. Dus, nee, ja. Wat zegt u? Is het een vorm van rock'n'roll? Oké. Maar het is een driekwartsmaat. Het is een wal, tenminste, dit is een rock'n'rollen in drieën. Met z'n drieën, rock'n'rollen met z'n drieën, die snap ik. Maar. Oh, het is tv bij. Ik ga het wel van zeggen, Ik word zo gewookt en gecanceld, hoe heet het tegenwoordig allemaal niet? Dus, Even wat dan. We gaan verder. De Clark Terry heeft lang bij Duke Ellington gespeeld in de band. En daarna is hij ook naar Count Basie gegaan in de band. En daar gaan we het nu even over hebben. Clark Terry en de Basie Band. De Basie Band heeft natuurlijk verschillende bezettingen gehad. En een van de dingen die mij altijd heel erg aansprak waren de arrangementen die Basie vroeger speelde. En een groot deel van die arrangementen die zijn geschreven door Neil Hefti. En Neil Hefti was een trompetist. Ik bedoel, als het goed moet zijn, dan moet je een trompetist laten schrijven. Toch? Dat is duidelijk. Hè? Ik heb alles vanmiddag geschreven. Dank u wel. Nee, is een grapje. Maar Neil Hefti was een trompetist. En een van de liedjes die hij gecomponeerd heeft, die kent u ook, Girl Talk. Mooi liedje, weet je. Mooi. Maar die spelen we niet. Maar welke u ook kent, is Cute. En Cute is ook zo'n stuk, hè, dat met de brusjes, dus niet met de stokken, maar met de brusjes. Dat de drummer niet altijd alleen maar herrie hoeft te maken, omdat hij ook heel zachtjes en klein kan spelen. En wat ook niet veel mensen weten, is dat Neil Hefti dus ook de muziek geschreven heeft voor de tv-serie van Batman. Weet u wel, als je dat hoort, dat du. Precies, ja, hij kent al die liedjes ook. Dat is bizar gewoon. Hè? Noem iemand en hij kent ze wel weer. Weet je, Batman, Superman, hij kent ze allemaal. We gaan spelen voor u. En dan is onze solist is natuurlijk op de brusjes is Dylan. Ik heb in de pauze heel veel vraagjes gehad over Dylan. Hij is echt 17. Maar het moet natuurlijk niet gekker worden, want hij heeft eigenlijk meer succes dan ons. Weet je? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het moet wel een beetje dankbaar blijven, hè? Dat je dat weet. Sorry pap, pap zit ook in de zaal, want dat mag dan niet rijden natuurlijk. Dus, wat zegt u? Ja, hou hem in de gaten, pap. Hè? Niet te gek maken, hè? Denk erop. Begin gewoon met de lelijke eend. Ik begon ook met de lelijke eend. Een nootje 4 en zo, weet je. Die gelijk met de BMW Z8. Dat doen we allemaal niet. We gaan spelen... nog genoeg flauwekul. We gaan spelen voor u Cute. Cute van New Hefty. Thank you.
Dylan Vos. Kan nagaan als hij 18 is. Nou is genoeg hoor. Hij gaat daar laatste schoenen lopen, weet je wel. Dat moet we ook niet hebben. We gaan wat anders doen. We hebben uw hulp een beetje nodig. Want we gaan een soort van grensoverschrijdend liedje doen. Ja, we zijn allemaal boven de 18, toch hè? Je moet even de oren dicht doen, Dylan. Even de oren dicht. Nee, we gaan Making Whoopie doen. Tenminste, muzikaal. En kijk, Edwin is op. Geef Edwin nog één keer even een applausje als je wil. Hij doet het best leuk, hè? Ja. Jawel. Ja, eindelijk. Ben je al 20 jaar bezig met Making Whoopie? Ja. Ja? Nee, maar we kennen Making Whoopie toch wel, hè? For making whoopie. Doe eens even mee. For making whoopie. En dan mag meezingen. Ja. Doe eens. For making whoopie. En nou ietsje harder. 1, 2, 3. Kijk, we zijn altijd een beetje angstig om dat soort dingen te gaan doen. Maar er is niks engs aan hoor. Daar gaat ook niks gebeuren. Je kan gewoon op je stoel blijven zitten. Ik weet dat sommige mensen hopen dat Edwin de zalen gaat lopen. Maar vandaag niet. Vandaag niet. We blijven op het podium. Over de, ja, hou het netjes, Edwin. Hè. Hou het netjes. Hè. Nou ga ik zo. Wat zeg je? Nee, doorgaan. Blijf wakker. Dan ga ik even met twee trompetten spelen zo meteen. En als ik dan zo meteen zo doe, dan doe je met z'n allen. For making whoopie. Dat kunnen we wel onthouden, toch, hè, Zandvoort? Jawel. Ja, we gaan het gewoon proberen. We doen gek. Thank you.
echt serieus. Jean-Louis van Dam. En Dylan Vos. Ja, zoals mijn oude leraar zei altijd. Muziek is eigenlijk gewoon, als je concertje doet, is communicatie. Mijn oude leraar, hoor mij nou. Dat klinkt ook niet netjes. Mijn leraar is en was, hij is niet meer, maar Akvaroje. En ik heb het wel eens gedaan, maar ik ga het toch nog even één keer, want ik vind dat altijd zo grappig. Dat deed hij. Ik doe een heel klein stukje Akvaroje. Dat muziek on stage is eigenlijk exact hetzelfde, communiceren. Dus ik doe een vraag stellen, ik stel een muzikale vraag aan jullie. En dan gaan jullie antwoord geven. Zullen we dat eens proberen? Kijk, let op. Zijn kennis, je snoertje valt eruit. Zijn echt kennis dit, dat is smerig. Goed, zal ik er nog eentje doen? Het is gewoon communicatie. Ik doe er nog eentje, let op. Niet normaal, hè? Niet normaal. Ja, dan ga ik wat minder noten spelen. En dan maak ik het ietsje moeilijk, hè? Ietsje moeilijk. Die was te makkelijk eigenlijk, hè? Ik doe de laatste, dat doe ik met twee noten spelen, twee nootjes spelen. Nou, ik ben benieuwd, Zandvoort. Ik houd erbij op. Ze kennen alles hier. Degene die ik nog niet zoveel credits gegeven heb, maar die dat absoluut wel verdient, dames en heren, gaat nu een ballad voor u spelen. Alsjeblieft, als je zou willen, ja. En dat is namelijk een vriend die ik al 100 jaar ken, eigenlijk. Geef hem een hartelijk applaus, Jeroen Brokkelkamp. Thank you.
Ja, Jeroen Brokkenkamp, dames en heren. Ja, man, dankjewel, hè. En we gaan nu gelijk door naar een ander stukje. En daar hebben we u een heel klein beetje bij nodig. Dat stukje heet Somewhere Over the Rainbow. Ja, het is uit de film, u weet wel. Alleen de uitvoering met Clark Terry, daar hebben ze een dingetje in gebouwd. En dat klinkt als... Dat gaat naar Den Bosch toe. Dat zit erin. Wat zeg je? Nee. Nee, we doen Somewhere Over the Rainbow. We gaan naar Den Bosch, Hanoi. Ja, je zit Den Bosch, niet naar Zandvoort. Hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? Dat heb ik ook gespeeld vroeger, met mijn eerste ex. Met de beste die in het dream bent, jawel, jawel, jawel. Dus we gaan dat spelen. En ik zal u af en toe een seintje geven. En dan zingt u met z'n allen. Dat gaat naar Den Bosch toe. Nee, dat hoeft niet meer. Alleen dat gaat naar Den Bosch toe. We moeten het ook niet overdrijven. We moeten het niet overdrijven natuurlijk. Daar komt hij. Ons laatste stukje van vanmiddag. Somewhere Over the Rainbow.
Charlemagne van Dam. Edwin Cossilius. Jeroen Brokkamp. Dylan Vos. Dank u allemaal voor uw komst. Ja. Dank u. Eentje? En Quickie? Oké. De laatste. Tipi time. Ik heb geen idee wat het betekent. Tipi is bij mij een tent, een Indiaanse tent. Lijkt mij. Ik heb ook andere ideeën bij. Ik heb geen idee waar de titel vandaan komt. Het is geen pipi time, het is tipi time. Ja, de tipi, de tent. Hij is niet zo lang, maar hij is wel leuk. Hier komt hij, onze laatste. Nogmaals, nu alvast hartstikke bedankt. Heren en dames van het geluid, van het licht, van de krocht. Hans, Marcus, Leon. Iedereen, hartstikke bedankt en veel succes in de toekomst.